Goedemorgen, ik heb echt super goed geslapen. En de teamsong van vandaag, want gisteren, soms voel ik hem gewoon niet, dan is hij er gewoon niet. Teamsong van vandaag is, dit moet een zondag zijn. Ondanks dat ik geen pimpas heb en nog steeds spierpijn heb, maak ik gewoon remix. Maakt niet uit. Ik heb een draaiboek gemaakt, want ik wil vandaag eigenlijk heel veel doen. Ik ga morgen naar Co-Pipi. En dan, ik heb gelezen dat mijn verblijf goed internet heeft, maar ik wil toch even goed vooruit werken, zodat alles zeg maar al klaar staat en ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Daarnaast moet ik natuurlijk nog een zoektocht houden naar mijn pinpas en geld gaan wisselen. Laat de zoektocht beginnen. Ik heb oprecht weinig hoop, maar ik ga het toch nog één keer proberen. Een optie die ik nog niet heb geprobeerd en ook omdat het gisteravond te laat daarvoor was, is het guesthouse in Chiang Mai bellen om te kijken of misschien mijn pinpas niet ergens uit mijn backpack is gevallen of iets. Dus ik ga ze nu even bellen. Hi, good morning. This is Ivana Perkovic. I stayed with you last week in a private room and I just found out that I lost my bank card. Tuurlijk, net wanneer je het wifi nodig hebt, doet hij het niet. Ik ga ze even een mailtje sturen, het werkt misschien wat makkelijker. Yes, I'm getting frustrated. Ik heb ze een mailtje gestuurd, maar ik ga nu weer even verder met mijn zoektocht. Voor de zekerheid. Ik heb alles nog een keer grondig doorgezocht. Nog helaas geen reactie van het andere guesthouse, maar ik denk dat we bij deze voor 99% zeker kunnen zijn dat hij weg is. Eerlijk. Het is geen kwestie of dit gebeurt wanneer je voor een langere tijd op reis bent. Het is een kwestie wanneer het gebeurt. Met mij in ieder geval. Als je weggaat, zorg ervoor dat je minstens 2 bankpassen van 2 verschillende banken mee hebt. Ik heb er nu eentje mee, maar heel slim, die pincode niet meegenomen. Een creditcard ook sowieso nog bij de hand, want daarmee boek ik bijvoorbeeld ook allemaal verblijven. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken dat ik daar geld aan moet uitgeven. Bijvoorbeeld Elephant Park heb ik ook met mijn creditcard geboekt. En je moet cash bij je hebben voor de zekerheid. Ergens diep wegstoppen in je backpack. En dat heb ik nu ook. Dus op zich, het is niet dat ik zeg maar helemaal zonder geld zit of zo, maar het is wel echt een rot gevoel. Het is gewoon, je bent net even uit je relaxzone gehaald. Maar dat komt vast wel echt goed. Ik ga nu even douchen. Even ontspannen. En dan ga ik maar gewoon vloggen editen. Afleiding. Ik heb een vlog geëdit en ik ben een uur uitgelopen. Maakt niet uit, want ik ben erachter gekomen dat ik niet 4, maar 3 vlogs moet editen. Dus ik heb extra tijd vandaag. En it's all good in the hood. Behalve dat ik geen geld heb. Ik heb 100 baht. Daar kan ik natuurlijk nog van eten. Maar ik heb 2 ideeën. Eentje is, ik ga mijn pincode op de gok intoetsen 2 keer. Met de pinpas die ik nu nog wel heb. Want ik weet hem ongeveer, maar niet precies. Dus misschien gok ik dan 2 keer, ja, misschien wel goed. En ik heb sowieso cash geld om te wisselen. En mocht het nou echt heel vervelend worden, dan kan Stefan me altijd geld sturen met Western Union. Of ik kan geld pinnen met mijn creditcard. Het komt sowieso wel goed. Alleen, ik voel me er echt niet chill bij. Gewoon absoluut niet. Hier was ik al een klein beetje bang voor. Het exchange kantoor is gesloten op zondag. We hebben een nieuwe theme song. Just keep breathing, just keep breathing, just keep breathing, just keep breathing. Ik ga nu dat met die pincode proberen. De pincode poging heeft niet gewerkt. Ik heb hem 2 keer verkeerd ingetoetst, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Ik moet ergens zoeken om geld te wisselen. Nu heb ik niet zeg maar de twijfel of dat wel of niet zou lukken. Want eerlijk gezegd, het is Azië. Als je maar gewoon genoeg geld betaalt, dan kan je overal wel dingen voor elkaar krijgen. Het ding is dat ik nu niet zeg maar geld te veel heb om dat te verspillen. En meestal dus zeg maar als je dingen geregeld wil hebben, dan moet je extra betalen. En daar heb ik nu eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dus ik ga kijken of ik een ander exchange kantoor kan vinden. En anders... ja, misschien toch pinnen met mijn creditcard. Ga even kijken. Oh, wat hou ik van Azië. Er is altijd wel iemand die geld wil verdienen. En
open is, terwijl misschien de officiële instanties dicht zijn. En ik heb een fatsoenlijke koers gekregen en geen commissie betaald. Love Asia. Woe. Als het goed is, zou ik nu geld moeten hebben voor een week. Wat genoeg tijd zou zijn om die pincode boven water te krijgen. Die was nu even opgelost. Ik ga eten. Oeh, eindelijk eten. Ik heb fried morning glory, is een soort groente besteld. En rijst met een omelet, waarvan ik de omelet als eerste opeet. En als ik nog honger heb, neem ik er wat rijst bij. I've been drinking. Watermelon. Ik heb mijn boot naar Koh Phi Phi morgen geboekt. En ik ga weer verder met editen en mailtjes sturen met mijn draaiboek. Ik ben een beetje uitgelopen, maar zoals ik al zei, boeia. Weet je wat nog veel leuker is om te doen dan wat je moet doen? Een dutje. Dat is dus wat ik ga doen. Yup, we hebben weer een roze zonsondergang te pakken. Hashtag no filter. Het is gewoon echt zo mooi. Wee. Daar niet. Daar is alles roze. Als avondeten heb ik een omelet met een groene curry. En als ik nog honger heb, dan eet ik de rijst erbij. En een mango shake. Jam. Tijd voor de tweede ronde. Ik heb nog een omelet besteld. En nog een portie groente. Daarmee overleef ik het wel. Het is 11 uur. Ik ga eindelijk inpakken. Morgen moet ik om 8 uur klaarstaan. Dan komen ze me beneden ophalen. Maar ik ga natuurlijk om 7:45 klaarstaan. Zodat ik zeker op tijd ben. Beloof ik nu. Dit is de status van mijn kamer op dit moment. Ja, ik was zo in paniek dat mijn pinpas weg was. Hier allemaal rotzooi. Daar. En dan hebben we hier nog een leuk hoekje. En de badkamer natuurlijk. Maar die valt wel mee, dat is nog wel oké. Ik ga nu inpakken en je weet natuurlijk al wat er in mijn backpack zit. Behalve de toilettas en de daypack, maar die ga ik je natuurlijk ook nog een keer laten zien. Let's do this! Ik heb, laten we zeggen, 95% van de spullen ingepakt. Ik ga morgen iets eerder opstaan om nog de laatste dingetjes te doen. Wij gaan naar Koh Phi Phi. En dinsdag gaan we naar de beach. Ja, die beach waar de film met Leonardo DiCaprio is opgenomen. Wat dan? Ik ga nu slapen. Dankjewel voor het kijken vandaag. Als je geabonneerd bent, dan doe het. Zie ik je morgen natuurlijk weer. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, what the beach, daar waar Leonardo DiCaprio heeft gelopen. Dan abonneer je dan hier. Je hoeft alleen maar één keer te klikken en dan ben je geabonneerd. Mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil nu best wel nog een travel vlog zien, dit is te weinig. Of dit is de eerste video die je ziet, dat kan ook. Dan klik je hier één keer en dan ga je in ieder geval naar de vorige aflevering. Of naar de hele afspeellijst van travel vlogs. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer. Welterusten.